Tijdens de persconferentie van morgenavond wordt mogelijk bekendgemaakt dat er weer coronaversoepelingen gaan komen. Vanaf 25 september zou de 1,5 meter losgelaten worden en dit betekent dat er meer mensen in één ruimte mogen komen. Na meer dan 1,5 jaar is deze 1,5 meter voor velen een gewoonte geworden. Wij vroegen de mensen hoe zij zich voelen over het loslaten van deze afstand. Aan de ene kant ben ik er wel blij om, zeg maar in de kroeg en zo, maar ik denk ja, hoe gaan we dat dan goed houden met besmettingen en zo? Dat vind ik dan toch nog wel een dingetje. Ik heb er nog niet echt heel erg goed ingelezen. Maar ik vind het wel spannend dat ik denk, oh, straks dan gaat het weer helemaal met de cijfers omhoog en zo. Ik denk dat ik er nog een beetje afstand houd. Ja, ja, dat denk ik wel. Ik ben niet zo dicht, zo dichtbij zou ik niet willen gaan. Nee, nee. Nee, ik vind 1,5 meter ook ver gezocht. Maar ik zou toch wel een beetje oppassen nog. Ik zie eigenlijk overal wel 1,5 meter niet nageleefd worden. Dus hoe groot het verschil echt gaat zijn, ik denk eigenlijk alleen maar op de terrassen en zo. Dat is waar je echt de regels moet navolgen. Toch zijn er ook momenten waarop de 1,5 meter gemist gaat worden. Ik vind het in restaurants zo fijn. Er zijn tafeltjes tussenuit, dus dat vind ik heel fijn. Jammer natuurlijk voor de restauranthouders, maar je hebt heel veel plek. Wat ik in het openbaar vervoer wel vind, is als mensen dan naast je komen zitten. Denk van, oh, dat, daar heb ik dan wel, dat, nou, daar mag het wel blijven of zo. Daar mogen mensen wel gewoon afstand houden. Ik denk dat de combinatie een beetje nog bescherming, mondkapjes, vaccinatie. Ja, een beetje bescherming vind ik nog wel goed op dit moment, ja. Om de 1,5 meter los te laten, moet er met een corona toegangsbewijs worden gewerkt in de horeca, evenementen en in de culturele sector. Wat laat zien dat je gevaccineerd of getest bent. Maar vinden de mensen zo'n bewijs überhaupt nuttig? Nog steeds handig, ja. Gewoon voor de zekerheid dat je zeker weet dat niemand daar besmet is. Dat vind ik wel gewoon een fijn idee. Dat vind ik heel lastig. Want gisteren ging ik naar een toneelstuk en toen was ik het vergeten en moest ik weer naar huis. Dus dat vind ik heel lastig. Iedereen heeft de kans gehad om zich te laten vaccineren. Dus ik, of als je niet wil laten vaccineren, kan je ook laten testen. Dus ik vind dat een hele goede aanpassing. Het blijft een beperking. En ik vind voor musea is het volgens mij niet zo nodig eigenlijk. En daar is het toch niet zo ontzettend druk. Maar ik kan me wel voorstellen bij evenementen waar mensen heel dicht op elkaar zijn, nachtclubs en zo, dat toch wel daar nog wel nodig is, ja.